boodschap geleerd is van die faggot dat ze dat weggeven. Welkom bij welkom bij een gloednieuwe vlog. Het is tijd voor de Nuggets. Hoe lang is dat geleden? Het is al best lang geleden. Dat is... Hoe lang is lang? Een paar maanden? Nou ja, het kan wel een paar maandjes alweer geweest zijn. Ja. 3 maanden? Zo lang al, ja. Oh. Ja, volgens mij wel hoor. Dat is wel echt weer... Nou, hebben we wel mijn blonde haren gezien? Ja, ja. De uitgroei is al bijna op de helft. Mm-hmm. Wel echt ver. Alleen, ik kan mijn haren nou niet doen zoals ik ze wil doen. Want hier, zeg maar, toen deze had geknipt, had ze hier, zeg maar, ervan afgeknipt. Ja. Dus kijk, dan doe ik zo. Ja. En dan stopt hij hier. En hier, aan de zijkant, is mijn haar weer langer. Dus ja, dat is fucking ze heeft dit, zeg maar, dit hier, heeft zij veel te kort geknipt. Hier, kijk, dit. Dit is veel korter dan dit. Dus ik kan niet, zeg maar, die lok doordoen. Nee. Kijk, want hier kom ik dan haar tekort. Hier zo. Fuck, dus ja, nou ben ik bereid om mijn pet gewoon de hele tijd op te doen. Dus dan heb ik toch nog een paar, ja, een beetje zwek gehad. Heb ze. Nou. Smakelijk. Ja, jij ook, man. Dankjewel. Kijk hoe die auto heeft geparkeerd. Uh-huh. Helemaal in de bosjes. Nice. Oh, en gisteren op RuneScape. Op dezelfde dag, 99 dieving en 99 cooking. Dat is fantastisch. Dank je, dank je. Oh, hij is echt heet. Ja, mij ook. Mocht ook wel. Maar we hebben veel te lang op moeten wachten. Ja, maar als je campmakers te heet zijn, dan proef je ze niet. Dan proef je alleen de warmte, zeg maar. Volgens mij hebben ze gewoon te weinig personeel. Voor de geïnteresseerden, wij doen soms op Justin's Twitch kanaal doen wij Pokémon Bingo. En dat is best wel vet. Want dan doe je zeg maar een Pokémon spel spelen. En dan heb je zeg maar een bingo kaart met allemaal challenges die je in de game moet halen. Dus je hoeft niet per se de game uit te spelen als je die challenges maar haalt. Dus dat zijn we nu aan het doen. Maar wat verwacht jij van de Nintendo E3? Is die Bayonetta game al uitgekomen van toen? Bayonetta 3? Ja. Ja, ik weet het. Nou, misschien een nieuwe Fire Emblem. Dat is sowieso dus al bekend gemaakt. Nieuw Professor Layton, of is dat niet van Nintendo? Wordt wel door Nintendo uitgebracht, ja. Ja, dan die Crash Bandicoot en zo, allemaal meer informatie of zo. Eventueel uitbreidingspakket van Odyssey. Eventueel nieuwere characters in... Spyro. In Smash, weet je wel. Ik denk iets met level building. Dat ze daar echt meer in zijn gegaan. Dan dat statische gedoe. Iets over die Pokémon Go. Ja. En een nieuwe release. Ik weet niet hoor. Ik weet niet. Nou. Ze zullen vast wel iets achter de hand hebben. Ja, misschien dan met Spyro. Een nieuwe Mario verwacht ik ook. En dan maakt niet uit wat voor Mario dan. Een platform. Denk Mario. Je dat ze er nou gaan announcen? Een nieuwe platform Mario wel, ja. Nou, ja, dat is voor Mario Bros dan. Ja. Ja, zou kunnen, ja. Nieuwe Mario Smash voetbal. Dat zal wel echt vet zijn, maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Want daar zijn ze alweer allemaal veel te laat mee, weet je wel. Ja. Het is echt heet. Ja, ik heb er ook last van. Wat? We kunnen eigenlijk de ramen... Je moet even weer contact aanzetten. Hoe we ramen weer verder open. Nog even verder? Nou, dit scheelt al wel wat meer. Zeker. Nou, wacht. Oh, ja, ik heb nou die is vet weg. Even zo. Ja, en ik ga nou ook weer vaker streamen. Toch wel. Dus, ja, nou, ik had gewoon een week lang, elke dag 8 uur, op één plek gestaan,
op één NPC de hele tijd klik 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 klik
Ah, dan is het... Ja, dat is je eigen keuze. Dan ga je geen RuneScape spelen. Jawel, want het moet soms gebeuren. Alleen nu dat ik weer, zeg maar, gisteren weer Call of Duty had aangeraakt, dacht ik wel eens van, weet je wel, dat is ook wel nice. Alleen Infinite Warfare wordt echt heel slecht bekeken op Twitch. Dus dat is weer kut, weet je. Maar... Je bent man. Dus ja, nee, ik ben nou een beetje gewoon chill in de hoed. Eeuw. Zelfs de saus is warm. Nice. Oh, hij viel in het zakje. Ik heb hem net geconfirmed. Nee, op zich is die Pokémon Bingo wel nice. Alleen de volgende... Welk gaat het volgende spel worden? Want ik wil ook best Black and White Bingo. Alleen kun je die dan ook versnellen op 150? Ja, je kan op... Zolang je... Ja, weet ik niet, want... Die moeten we op een andere emulator spelen. Want Black and White doet het niet op deze emulator. Want eigenlijk is het zeg maar tot en met de DS... Tot de DS is het alleen tot 1 tot en met 3. Hoe bedoel je 1? Oh, ja. Generatie. Mm-hmm. Op zich is dat niet, hè. Ik ook best gewoon yellow. Diamond and Pearl wil ik nog doen. Ja, maar die moet je dan weer krijgen voor die kunnen verschrijven. Ja, dat kan sowieso Diamond and Pearl, want die kan op dezelfde dingen als dat we nu spelen, zeg maar. En die kan je dus op dezelfde manier verschrijven. Maar dan toch Black and White ook? Nee, want die kan niet op no cash geven, ja. Dat gewoon hetzelfde DS is. Ja, of? Maar dat wel omdat ze daar toen iets meer hadden beveiligd. Ja. Wat gebeurt er nou eigenlijk met YouTube? Dat wil je weten. Ik wil weten waarom. Als je nog honger hebt. Eén van en leg er nog maar eentje bij dan. Waarom zeg maar toen Nederlands grootste kanalen nu gewoon omdat ze niet vernieuwen, omdat ze de Minecraft blijven spelen. En Minecraft is niet meer in. Oh, dat is wel veel warmer. Oh. Nou, ja, moest, als je op tijd was bij Fortnite, dan had je wel echt flink gegroeid. Ook goed hebben. Zit jij nou vol dan? Ja. Yeah. Okay. Oh, wel heftig. Weet je wie ik tegenkwam bij de Efteling? Eén keer raden. Gewoon, het is een YouTuber. Oh. Maar ik krijg geen hooi of zo. Gewoon, ik herken hem en ik dacht, hè? Barde? Nee. David? Nee. Groot of klein? Toen groot, nu klein. Gigi Kees. Nee. Groot toch, hè? Wel ongeveer. Oké. Geen gamer. Geen gamer. Thomas. Nee. Dus vroeger groot, nu. Hij is een beetje getemd. Oh, Colijn. Nee. Hij is getemd. Geen Colijn. Keken wij die ook? Nee, maar je kent hem wel. Oh. We keken hem niet, maar als je zegt, oh, dat is die van die, dan weet je het wel. Maar dat was van een groep of zo. Ja. En daar was toen iets mee gebeurd en nu zijn hun kleine. Er is toch iets mee gebeurd? Ja. Zeg maar. We waren in een groep. En met die groep is iets gebeurd. Wanderetje? Nee, wel een YouTube-kanaal. Een Nederlands YouTube-kanaal. We waren toen altijd met meerdere. Door dagelijks AD? Nee. Wel één kanaal, dus zeg maar. Dus David Games toen. En de nee. Het is geen gamer. Nou. Het project. Nee. Nee. We spelen geen games. Oh ja. We doen coole dingen. Oh, Rico. Ja. Hoe je? Hij stond daar bij de ingang. En ik zo, hè? Dus ik tik Shannon aan.
Is dat niet van Zeus? Ja, dat hij nou lijkt dan of zo. Hé, hey, ja, dat is. Ah, ja, dat stond daar zo in zijn eentje. En ik dacht van. Ook gewoon niemand die loopt naar hem toe. Ah, oh, wat voor dat? En toen die dag erna, toen keek ik dus op YouTube. En toen zag ik dat hun. Volgens mij 30k video's weergave hadden. Ja, nooit meer uploaden toch? Bijna niet meer uploaden. En een van hun latere uploads zei dus ook van ja, we moeten weer gewoon werken en bla bla bla. En Kai die zit gewoon te wachten. Ah, losers. En we hadden toch ook ruzie daardoor gekregen eigenlijk. Oh, grappig. Ja, aan de ene kant niet, aan de andere kant wel. Want ik bedoel, die andere gast is gewoon wel een inkomen ook gewoon verminderd. Weet je. Aan de ene kant moet het los van elkaar staan, maar aan de andere kant, ja, als je met z'n drieën zo'n kanaal begint en dan in de intro, wij stoppen nooit! Yeah. Ja, oké, maar dat zegt iedereen aan het begin. Ik snap het, maar het blijft alsnog heel zuur en ik kan best begrijpen dat als Tom zoveel maandelijks zo lastig gaat, dat ook echt wel fucked up is, dat snap ik ook. Dat dan, als ik hem dan zou zien. Maar dan... ja, ik denk dat Kai er alleen maar beter vanaf is gekomen. Ook voor zijn imago. Ja. Ik zou dan ook zoiets hebben van ja, flikken. Ja, dat denk ik wel. Als hun daar per maand, als hun zoveel eraan verdienden. Ik snap het wel, zeg maar. Ik snap waarom Kai zeg maar dat doet. Maar ik snap hun ook dat ze nou zo tegen Kai doen. Ja, dat snap ik ook. Van ja. Van ja, als je dan stopt met zoiets, ja, dan snap ik best dat hun dan niet meer jouw chill vinden, zeg maar. Ja. Denk het voor je weg hoor. Dat is goed. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze vlog. Vond je het een interessant vlog? We hebben niet zo heel over hele interessante dingen gepraat, maar. De E3. We zijn er weer, we hebben ons gezicht laten zien. Ja, ik weet niet of we daar zo blij mee zijn. We hebben even over een klein verhaaltje over de Efteling, hoe we daar tegenkwamen. De deleted scenes, dat is ook nog. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze vlog. Adios, amigos.